Het is bijna 10 voor. We gaan bijna beginnen met deze breakout sessie rondom MFA. Welkom iedereen die hierbij is. Ik hoop dat jullie na de breakout net helemaal zin hebben in interactie, vragen stellen. Maar daarvoor zijn deze sessies ook echt bedoeld. Dus we gaan zo beginnen. Even de laatste mensen de kans geven om erbij te komen. En het is 10 voor. Nou, welkom allemaal. Dit is de breakout sessie over multifactor authenticatie. Het bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Eerst gaan we even kort iets vertellen over het gebruik maken van Service Query ID of geen gebruik maken van Service Query ID, welke integratiemogelijkheden er zijn op het gebied van de MFA. Dat verhaal gaan Pieter van der Meulen en Thijs Kinkhorst gaan dat houden. Dus dat is ook met wat slides. En daarna in gesprek over gaan Pieter en Thijs met jullie in gesprek over deze onderwerpen. En dat is ook het moment om vragen te stellen hierover. Dus bewaar je vragen nog eventjes. En stel die straks in de breakout sessies. Dan gaat de presentatie ook weg en dan kunnen we elkaar ook beter zien. Nou, volgens mij kunnen we gaan beginnen. Pieter begint met een korte uitleg over MFA-integratie en Service Query ID, wat daar het opties zijn. Dus Pieter, ik geef aan jou het woord. Ja, dankjewel, Femke. Als het goed is, kan iedereen mij horen en zien nu. Als je SSID of Service Secure ID afneemt, dan wil je dat natuurlijk voor zoveel mogelijk applicaties waarvoor je MFA in wil zetten, gebruiken. Als je om Service Secure ID te kunnen gebruiken geldt, net zoals dat je Service Connect gebruikt, dat er ergens een webbrowser in het authenticatieproces moet zitten. Er zijn verschillende manieren om dat voor elkaar te krijgen. Dat kan ook als de applicatie zelf geen webapplicatie is. Wat ik in de breakout straks met jullie verder wil bespreken en waar ik nu een overzicht over wil geven, zijn alle verschillende manieren die er zijn om een applicatie aan te sluiten op Service Secure ID of te integreren met Service Secure ID. De eerste mogelijkheid is om een applicatie direct aan te sluiten op Service Connect. We hebben het afgelopen jaar heel hard gewerkt om veel meer functionaliteit toe te voegen aan Service Connect, zodat een applicatie van Service Secure ID gebruik kan maken via Service Connect. Dat betekent dat alle applicaties die XAML 2.0 Web SSO gebruiken of die OpenID Connect gebruiken, dat die via Service Connect gebruik kunnen maken van Service Secure ID. De eerste authenticatie loopt dan altijd via de IDP van de instelling en Service Connect beslist dan of 2FA of dat multifactor authenticatie nodig is of niet. De policy beslissing die wordt dus genomen door Service Connect en het beheer van de policies, dat kun je als instelling of als SP beheerder via dashboards of soms nog via mailtjes naar ons, naar bekende support at Service Connect doen. Ik krijg ineens een ander schermpje te zien. even kijken, wat Service Connect aan policies biedt, is op combinatie van service provider en IDP. Dus je kan per service provider voor iedere IDP aangeven of twee-factor authenticatie verplicht is. Wat we recent toegevoegd hebben, zijn authenticatie policies
Zodat Dat je je op op basis basis van, van. oh, ik hoor hem echt van mezelf. Kan iemand even kijken wat dat is? De twee, dankjewel. Op basis van IP-range van de gebruiker, dus van de webbrowser waar de gebruiker in zit, is het ook mogelijk om twee-factor authenticatie te vereisen. En wat we binnenkort toe gaan voegen, en dat zal waarschijnlijk deze maand zijn, is dat de service provider ook bij authenticatie naar de Surf Connects toe aan kan geven of twee-factor authenticatie vereist is. En daarmee zou je bijvoorbeeld step-up authenticatie kunnen implementeren. Iets wat Surf Secure ID al vanaf het begin gehad heeft. Dan komen we op de tweede methode om Surf Secure ID te gebruiken. Daar gebruik je Surf Connect niet of niet direct. Wat je daar ziet is dat er een authenticatie manager is die in feite de rol heeft die Surf Connect heeft als je direct op Surf Connect aansluit. Dat betekent ook dat je dus de policy beslist, de policies, de authenticatiepolicies, die worden en de authenticatiebeslissingen worden genomen door die authenticatie manager. De eerste factor authenticatie zul je typisch doen op basis van je eigen, nou ja, LDAP of Active Directory. Maar je zou hier ook Surf Connect voor kunnen gebruiken. En de authenticatie manager die beslist dan of die voor een tweede factor authenticatie het uitstapje maakt naar Surf Secure ID. Binnen Surf Secure ID noemen we dat second factor only. Omdat je in tegenstelling tot als je Surf Connect gebruikt, maar Surf Connect zowel de eerste factor als de tweede factor authenticatie doet, doe je in dit, als je dit gebruikt. Doet Surf Secure ID alleen de tweede factor authenticatie. Wat is nou een authentication manager? Een authentication manager is typisch een ADFS-server die je on-premise hebt. Je Citrix NetScaler of NetIQ of OpenIAM. Het zou natuurlijk ook gewoon een onderdeel van een applicatie kunnen zijn, een onderdeel dat in de applicatie zelf geïntegreerd is. Even kijken, voor ADFS is natuurlijk een special case. Daar hebben we een plugin voor gemaakt om Surf Secure ID aan te roepen. En met Citrix hebben we ook uitgebreid samengewerkt met een aantal instellingen die Citrix gebruiken. Om ervoor te zorgen dat die de second factor only van Surf Secure ID aan kunnen roepen. En er zijn ook mogelijkheden om vanuit Azure AD via je eigen ADFS server dus ook weer de second factor only van Surf Secure ID aan te roepen. Wat straks zeg maar de breakout over Surf Secure ID kunnen we verder spreken over, nou ja, alle integratieproblemen en details en vragen en ideeën die jullie hebben hierover. En dan geef ik het woord aan Thijs. Unmute. Dank u. Ja. Ja, goedemiddag allemaal. Bedankt Pieter voor het uitgebreide ingaan op hoe Surf Secure ID integreert met Surf Connect, of niet dus, als je Second Factor Only gebruikt. Waar ik wat verder op in zal gaan is hoe je een niet-Surf Secure ID MFA-oplossing toch integreert met Surf Connect en welke opties we daarvoor bieden. Dit gaat eigenlijk uit van het scenario waarbij je zelf al een vorm van MFA hebt geïnstalleerd, hebt geïntegreerd met je IT-provider.
of wilt integreren. We denken dan, nou, voor veel instellingen denken we dan bijvoorbeeld aan Azure MFA, wat natuurlijk heel goed samenwerkt met Azure AD of met ADFS. Maar bijvoorbeeld als je NetIQ gebruikt als systeem, die heeft bijvoorbeeld ook eigen faciliteiten daarvoor. Maar je kan bijvoorbeeld ook ja, echt een onafhankelijke oplossing van Fasco, met Fasco hardware tokens, is iets wat we horen. SMS, wat klassieker, maar zeker nog zeker in gebruik. Nou, dat is dus een grote variëteit, juist omdat dat iets is wat je zelf integreert in je eigen bestaande IT-landschap. Nou is het vaak zo, in de meeste gevallen, dat de SurfConnect-koppeling vanuit het perspectief van de instelling één koppeling is. Dat is natuurlijk ook altijd wel onze opzet geweest, juist, hè, voor de eenvoud en de overzichtelijkheid. Maar vaak wil je dan, als je aan de kant van de identity provider je MFA-oplossing inschakelt, dat niet doen voor alle diensten die achter SurfConnect hangen. In potentie zijn er natuurlijk 2000 verschillende diensten, waarvan sommige een hoge betrouwbaarheid vereisen, maar sommige juist helemaal niet. En vaak ook vanuit de gebruikersperspectief wordt het onwenselijk geacht om dat voor elke login te triggeren. Nou, daar hebben we een oplossing voor bedacht. En dat is feitelijk dat als SurfConnect het inlogproces start richting jouw identity provider, dus iemand logt een bepaalde dienst in, dat we dan een extra seintje kunnen meesturen. Deze dienst, voor deze dienst wil je graag MFA van de gebruiker vereisen. En het is volgens aan de identity provider of daar de geconfigureerde oplossing om dat ook daadwerkelijk uit te voeren. Onze integratie is in het open SAML protocol. Klaas ging daar natuurlijk al in op het belang. Het is voor Surf al erg belangrijk. Het is juist technologie onafhankelijk, omdat, zoals de eerste regel al aangeeft, een instelling juist zelf iets kiest dat juist heel goed in haar eigen landschap integreert. Dus het is niet geen Microsoft-specifieke functie bijvoorbeeld. Het is echt iets wat in principe te gebruiken is met elke manier van MFA die jij in jouw IT-landschap al hebt. Nou, ik zal even aangeven hoe dat nou exact werkt. Zoals wellicht, ik hoop bekend, als je inlogt op een dienst, dan begin je over het algemeen bij die dienst om op een beginknop te drukken. Dan word je naar SurfConnect gestuurd. Dat is hier stap 4. De eerste paar stappen zijn even weggelaten van het algemeen inlogproces. Dat is bij stap 3. Bij stap 4 vraagt SurfConnect van welke instelling ben je eigenlijk? Nou, je kiest dan je eigen instelling. SurfConnect zegt, weet dan dus zowel de dienst waarop je aan het inloggen bent, want daar ben je begonnen met inloggen, en weet welke instelling het is. De Universiteit van Harderwijk is altijd als voorbeeld. Nou, en dan kunnen wij dus zien, oh, als iemand wil inloggen op de dienst Google, in dit geval voor Universiteit van Harderwijk, voor die combinatie heeft de Universiteit van Harderwijk aangegeven dat ze graag MFA wil inschakelen. Dan sturen wij, zoals gebruikelijk, het loginproces naar de identity provider om daar de credentials te vragen. De letter A geeft aan dat we in dit geval het extra seintje meesturen. En dat noemen we requested outfront context in technische termen. Een extra seintje meesturen waar de IDP weet, oh, er is nu een IDP, een service provider, een dienst gekozen waar we dat voor hebben ingesteld. Nou, de IDP vraagt de gebruiksnaam wachtwoord, stap 5. Stap 6 vraagt de gebruiker om het MFA te presenteren. En in stap 7 stuurt ons weer terug naar SurfConnect. Dat is allemaal het standaard inlogproces. Het enige is dat de IDP een extra vraag heeft gesteld aan de gebruiker en communiceert, en dat is waar de rode B staat, communiceert ook aan SurfConnect terug dat het gelukt is. SurfConnect controleert dat. Als het nou niet gelukt is, bijvoorbeeld gebruiker klikt op cancel of wat dan ook, dan stopt SurfConnect de authenticatie om ook te garanderen dat het ook echt gebeurd is. Is het geslaagd, dan sturen wij de gebruiker terug naar de dienst. Eigenlijk is dus het hele inlogproces precies hetzelfde, alleen in de interactie tussen SurfConnect en de identity provider sturen we op de heenweg een extra vinkje mee, graag MFA vragen, en op de terugweg controleren of die MFA er ook geweest is. En dat vinkje, dat dient dus, daar kan de IDP dus op schakelen. En omdat we in principe een open standaard gebruiken daarvoor, kan dat vinkje ook door allerlei soorten software geïmplementeerd worden. En Microsoft producten werken ermee. De precieze inhoud van het vinkje kunnen een beetje variëren afhankelijk van het product. Maar we hebben verschillende types al gekoppeld met verschillende oplossingen. Ja, dit is eigenlijk dit is hoe het werkt. Het is wel voor een hele dienst. En dus voor een service provider kun je configureren dat voor jouw instelling je hier MFA voor je aanvraag. Dat betekent dus dat je dus zelf selecteert uit het hele aanbod van SurfConnect. Voor deze diensten is MFA nodig, voor de personeelsadministratie of de cijferadministratie. En voor deze SurfConnect diensten vinden we dat niet nodig. Bijvoorbeeld een wiki waarin mensen samenwerken. Nou, dat is de functionaliteit die we daar aanbieden. Dan geef ik het woord even door aan Femke.
Zo, want nu gaan we met elkaar in gesprek. En dat doen we dus in breakout sessies. Eigenlijk hetzelfde manier als dat we dat net hebben gedaan. Dus jullie kunnen in groepen, maar deze keer mag je zelf kiezen. Dus je wordt niet automatisch ingedeeld. Maar we hebben eigenlijk een sessie die hier blijft. En dat is het verhaal wat Thijs heeft verteld. Dus als je je eigen MFA-optie wil gebruiken in combinatie met Surf Connect. En er is een sessie over Surf QID. Die gaat Pieter hosten. En dat is eigenlijk, dat noemen we een breakout sessie. Nou, ik zal even uitleggen hoe je daar komt. Je kan dan zeg maar naar het deelnemerscherm. Dat staat rechts in beeld als het goed is. En daar zie je de optie deelsessies. En daar kies je dan voor de sessie integratie met Surf QID. Nou, Pieter weet alles over Surf QID, dus als je andere vragen hebt, ga ook vooral naar Pieter toe. We zullen de presentatie zo stoppen met delen en we gaan in gridview, zodat we daar jullie vragen kunnen beantwoorden. Dus ja, ik denk dat dit het moment is. Wil je naar de sessie van Pieter, ga naar deelnemersscherm rechts en kies voor deelsessie. In het Engels participants en breakout. En daar staat er eentje genoemd en dat is de sessie van Pieter. Dus Pieter, we zien je zo terug en de rest ook. We halen jullie vanzelf weer terug aan het einde, zodat we daarna weer terug kunnen gaan naar het echte plenaire deel, waar we de afsluitende keynote van Wim Biemot hebben. Dus nou, voor een aantal van jullie tot straks. En de mensen die hier blijven, we gaan verder. Ja, nog steeds de vraag, welke vragen hebben jullie eigenlijk wat betreft het inzetten van MFA, het inzetten van MFA in combinatie met Surf Connect of met Surf QID? Voor Surf QID dus specifiek is de breakout sessie bedoeld. Ja, we horen dus graag wat het is waar jullie meer over willen weten. Ik zal heel even aan Femke. Vanwege de technische verbinding geen chat history. Ja, ik heb een vraag. Ik heb een vraag over wat u net vertelde. En dat heeft te maken met dan, het ontsluiten van een dienst die aan Surf Connect kan met onze eigen interne MFA. JetIdrome bijvoorbeeld, die willen we beschikbaar stellen aan medewerkers en studenten. Ja. Maar voor studenten willen we daar ook MFA aanbieden. Ja, dat hebben we niet in Surf QID. We hebben alleen Azure MFA, ingericht voor studenten. Dan begrijp ik goed dat je in de Surf Connect dashboard JetIdrome kan instellen. Vraag om authenticatie, wordt doorgestuurd naar ADP en dan wordt het jou meegestuurd dat voor studenten dan Azure MFA aangeboden wordt. Nou, dat is een hele goede vraag, Richard. De uitdaging die we op dit moment hebben, is dat we dat signaal voor MFA meesturen op het moment dat de authenticatie gestart wordt richting de IDP, richting de Identity Provider. Het punt is natuurlijk dat we op dat moment nog niet weten wie iemand is. Dus dat we ook niet weten of iemand een student is of medewerker. Dus de oplossing die we hiervoor. Dus dit werkt alleen op dit moment als je op Identity Provider zelf, en dat ligt dus helemaal aan de gekozen MFA-oplossing. Of die gekozen MFA-oplossing zo te configureren is dat die alleen voor studenten werkt. Uiteindelijk sturen wij een signaal mee. En dat signaal moet geïnterpreteerd worden door de Identity Provider. Daar moet een bepaalde policy aangehangen worden in die Identity Provider. Nu weet ik dat er instellingen zijn die dat voor elkaar hebben gekregen. Maar dat is niet met Azure. Dus ik weet niet zeker of dit kan met Azure. Hè? Want wat je dan dus eigenlijk moet doen is zeggen van als ik een MFA-verzoek binnenkrijg, dan doe ik daar alleen iets mee als het voor een student is. Als de ingelogde gebruiker student is. Dat zou je eigenlijk eraan moeten kunnen hangen. We kunnen daar natuurlijk samen naar kijken of we dat zo kunnen configureren. Het is niet zo dat Surf Connect al dat onderscheid kan maken. Juist omdat de manier waarop het werkt is dat de Identity Provider. Ja, op het moment dat wij de identity provider aanroepen, dus nog niet weten of iemand een student of medewerker is. Juist omdat hij nog niet is ingelogd. Oké, maar ADVS weet het op dat moment wel. Die krijgt het verzoek binnen. En die kan wel een keuze maken tussen of de Azure MFA of terug redirecten naar Surf Security voor medewerkers. Ja, dat zou moeten kunnen. Maar de proof of the pudding is hier wel een beetje in de eating.
Dat zou echt even uit moeten proberen of het ook echt goed werkt. Ik weet in ieder geval dus van instelling die dat voor elkaar heeft, maar die hebben juist geen Microsoft product gebruikt. Dus het is altijd de vraag of het inderdaad echt die hele keten goed aan elkaar geknoopt krijgt. Kijk, het eenvoudigste zou zijn als wij het signaal alleen sturen als iemand een student is. Maar het hele probleem is dus juist dat we dat nog niet weten op het moment dat de authenticatie gestart. Duidelijk, dankjewel. Ja. Ja, maar daar willen we graag samen naar kijken of we dat goed voor elkaar kunnen krijgen. Mocht dat nou niet werken, dan is het natuurlijk een alternatieve oplossing dat we het nog wel anders inrichten. Namelijk dat SurfConnect eerst de eerste factor afhandelt, dan de gebruiker terug laat komen en daarna eventueel nog weer terugstuurt voor de tweede factor. Maar dat vereist wel een architectonische wijziging in SurfConnect. Dus dat is niet iets wat we volgende week af hebben. Okay. En ook niet iets wat vandaag kan. Ja. Maar een goede use case, ja, zeker. En leuk dat jullie GetEduroam gaan gebruiken. Ja, wordt op Pyward meegedraaid en dit is echt een actuele vraag. En met de hele discussie rondom het MFA, of security officer, die zeggen van ja, we willen MFA hebben, dus bot een beetje. Maar weet ik wel even kant. Dat is goed. Er is nog een vraag van Carol. Potter heeft veel met commerciële partner MFA implementatiediensten geleverd. Oh ja. Of wij ook MFA implementatiediensten leveren, vraagt Carol, voor de zekerheid. Nee, zou ik zeggen. We kennen wel mensen die dat goed kunnen, dus we hebben ook op ons wiki wel een lijstje met leveranciers van in ieder geval binnen onze community goede ervaringen mee zijn. Maar uiteindelijk is het niet aan Surf om in het IT-landschap van de instelling iets te implementeren, op dit moment in ieder geval. Dus dat moet je in die zin zelf doen. Maar inderdaad, op onze wiki hebben we wel een lijstje met aangeraden partners die ook veel ervaring hebben met SurfConnect. Dus die we kunnen aanraden. Maar de implementatie aan de IDP-kant moet je per definitie zelf doen. Andersom gezegd, wil je het as a service afnemen, dan is juist Surf Security wellicht de richting om op te gaan. Dat is bij uitstek onze tweede factor as a service dienst. Het idee van de aanroep van MFA bij de instelling is juist dat we integreren met iets wat bij de instelling zelf voor verantwoordelijk is. Ja, en Iwan die vraagt, heeft ook een goede vraag. Het seintje waar ik over spreek, waarmee aangegeven wordt dat MFA geactiveerd moet worden voor een bepaalde inlog, dat kan je nu alleen activeren door te mailen naar onze supportdesk. Of het ook in ons dashboard, SurfConnect dashboard komt. Dat is wel ons doel, hè, dat kan. Het aardige uitdaging juist daarvan is hoe wij juist inloggen nu op ons SurfConnect dashboard is niet met MFA. En daar zijn we aan het werk om daar een degelijke oplossing voor te komen. Mensen die bijvoorbeeld eens inloggen op surfdomeinen weten dat we daar bijvoorbeeld nog bijvoorbeeld met sms werken. Daar willen we graag vanaf. Dus we zijn nu bezig met een oplossing waardoor we dat verwachten we later dit jaar te kunnen. Want het punt is natuurlijk dat als je, het grootste risico is vooral als je via dashboard MFA kunt uitschakelen. Dat is natuurlijk gevaarlijk, want als iemand dan credentials heeft van iemand die dat kan, dan kan die MFA uitschakelen op diensten. Dat willen we natuurlijk voorkomen. Dus een tussenoplossing waar we eventueel nog aan denken is dat je MFA wel kan inschakelen via dashboard, maar niet kan uitschakelen. Dus even zoeken naar een manier waarop we met hogere betrouwbaarheid SurfConnect verantwoordelijk kunnen laten inloggen. Maar zoeken, we hebben de ideeën over, die komen eraan. Het idee is eigenlijk ook omdat, wellicht bij jullie bekend, de step-up die we met sms doen voor bijvoorbeeld Surf Dashboard, Surf Domeinen, ook vervangen gaat worden door moderne oplossingen. Ja, als er geen vraag komt, heb ik er nog wel eentje. Heb ik even nog een vraag, ja? Ja. Het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als we de conditional access kunnen gebruiken in Azure AD. Hè? Ja. Dus dat je kan zien welke dienst achter Surf Connect waar iemand op wil inloggen. Ja. Wat zijn daar de ontwikkelingen? Inderdaad wat Femke aangeeft inderdaad is of je Azure AD heeft natuurlijk conditional access, een manier om inderdaad voor bepaalde diensten andere policies in te stellen, of bijvoorbeeld ook wel op basis van waar je bent of wat voor werkplek je hebt. Het
Het probleem tot nu toe is steeds dat we niet aan de IDP kunnen meegeven op welke achterliggende dienst iemand aan het inloggen is. Tenminste, dat kan niet bij Microsoft producten. Omdat die dat niet herkennen. Als we die informatie naar Microsoft product sturen van welke achterliggende SP iemand op aan het inloggen is, dan werkt het inlogproces niet meer. Dus dat sturen we niet mee. Vanuit het perspectief van ADFS of van Azure AD, is iemand aan het inloggen op ServConnect als geheel. We hebben met Microsoft over gepraat. We hadden eerst wat weerstand, maar het lijkt dat ze toch onderkennen dat hier wel iets in zit. Omdat ze beginnen nu, de eerste tekenen beginnen te komen dat ze dat wel gaan ondersteunen. We hebben in ieder geval met, als je koppelt via OpenID Connect, dat is iets wat wij nog niet ondersteunen in ServConnect. Wij ondersteunen alleen SAML voor Identity Providers. Maar goed, wat mij betreft, ik zou zeggen dat als het voor OpenID Connect ondersteund wordt, dat het ofwel wellicht voor SAML binnenkort ook mogelijk zal zijn om dat wel daarop te schakelen. Of dat wij OpenID Connect gaan ondersteunen voor Identity Providers, zie ik ook wel als een redelijke mogelijkheid. Dus er zit in de Microsoft-deel iets aan te komen. Dat is niet iets wat vandaag werkt. Maar ik denk dat we daardoor de integratie nog verder kunnen verbeteren. Het ziet er in ieder geval hoopvol is het. Ik heb nog wel een vraag, hoor je daar? Je vraag allemaal. Ja. Ja. Kan een dienst zelf ook om MFA vragen die gekoppeld is aan ServConnect? Of een dienst zelf ook aan MFA kan vragen die gekoppeld is aan ServConnect? Nee, dat kan nu alleen met ServSecurity. Dus met ServSecurity kan dat. Kan een dienst zelf bepalen in welke gevallen er om MFA gevraagd moet of om ServSecurity gevraagd moet worden. Voor deze MFA-oplossing kan dat nog niet. Maar als daar behoefte aan is, dan kunnen we dat zeker. Dan is dat niet heel moeilijk om te maken. Alleen die functie bestaat vandaag nog niet. Maar daar horen we graag van of iemand daar behoefte aan heeft. Dat is de dienst al, de achterliggende dienst al seintje gaat sturen. Nu wil ik bijvoorbeeld Azure MFA op de IDP gaan aanroepen. Dat is omdat we open standaard gebruiken, is dat goed door te geven die informatie. Alleen we ondersteunen het nog niet. Maar dat zouden we dan. Zou dan iets van moeten maken wat we wel kunnen doen. Maar daar horen we dus graag van jullie wat de use cases zijn. Zodat wij ook kunnen prioriteren waar we onze ontwikkeltijd in moeten steken. Is het mogelijk om MFA op user niveau aan te roepen? Nu doen we het op dit niveau, op LoA. Dat je zegt dat een specifieke user moet altijd MFA gebruiken. Ja, een specifieke user of die altijd MFA moet gebruiken. Dat kan op twee kanten opgelost worden. Ja, dat zou opgelost kunnen worden als de dienst zo'n seintje meestuurt. Want dus dat kan vandaag nog niet. Dat is wel iets wat we zouden kunnen doen. Dan zou de dienst eigenlijk gewoon twee losse inlogprocessen starten. Dus hij laat eerst de user inloggen en stuurt daarna nogmaals een loginverzoek naar ServConnect als die user ook een token moet laten zien. Omdat de user bijna altijd single sign-on op de eerste factor heeft, merkt hij verder niets dat er een tweede login sessie doorheen gaat. Hetzelfde zou de identity provider inderdaad op basis van de policies, conditional access-achtige policies kunnen doen. Maar dat ligt dan helemaal in het domein van de identity provider. Dat is zeker mogelijk met een aantal producten. Ook hiervoor is het weer de vraag, krijg je het aan jouw kant goed geconfigureerd dat het precies doet zoals jij bedoelt? Als wij het seintje meesturen, zeker in theorie, identity provider natuurlijk zeggen, oké, ik heb een verzoek om MFA, maar dat interpreteer ik als, kijk in mijn policy, hoe ik dat moet interpreteren. Is dat iets voor iedereen altijd MFA, of is dat MFA voor users voor wie dat enabled is? Dat is dan volgens aan de IDP. Dus het kan op twee manieren aangepakt worden. En van de laatste manier in principe dus vandaag wel mogelijk is. En de eerste wel nog ontwikkelwerk zou vergen. Oké, dankjewel. Ik heb nog wel een vraag. Ja, nog een vraag. Thijs, kan jij een voorbeeld geven van een dienst of diensten waar nu deze functionaliteit al gebruikt wordt door instellingen? Ja, daar kan ik wel wat voorbeelden voor geven. Er zijn een aantal instellingen die het al echt al breed inzetten. En het meest zien we het eigenlijk op personeelsadministratiesysteem. Dat lijkt de eerste systemen te zijn, misschien ligt het ook over de hand, waar mensen dat op inzetten.
Ik noem AFAS, dat soort producten. Omdat dat natuurlijk ook vaak, dat wordt vaak als erg gevoelig gezien, alle persoonsgegevens, salarissen, functioneringsgesprekken. Dus daar wordt het vaak op ingezet. We zien het inderdaad ook wel op elektronische leeromgevingen. Omdat dat toch uiteindelijk, uiteindelijk leidt dat tot een diploma. Hè? Dus welke acties je daar onderneemt. Dus dat zijn denk ik op dit moment de grootste gebruikers. Maar je ziet ook inderdaad instellingen die gebruiken het meer om MFA, die willen eigenlijk hebben een heel brede wens om MFA eigenlijk heel breed uit te rollen en gebruiken het om stapsgewijs een uitrol wat stapsgewijs te doen. Dus dat ze niet in één keer Big Bang alle applicaties aanzetten, maar dat ze steeds eentje toevoegen. Ja, dus daar zien we het nu het meest voor. Ja. Ik heb nog een vraag, niet direct gerelateerd aan dit onderwerp, maar wel aan wat ik eerder vandaag hoorde. Bij Cybersecurity hoor ik van, je kan ene token gebruiken om het andere token mee te zetten. Ik neem aan dat je dan wel tijdelijk of permanent de mogelijkheid moet hebben om twee tokens te beschikken. Ja, als je binnen Cybersecurity twee token, een ene token en een andere token wil vetten, dan moet je twee tokens mogen hebben. Dus dat is configuratie per instelling, hè? Ja, okay. Want je moet daarna het ene token met het andere token vetten, doet niets met het oude token. Dus je moet daarna je oude token verwijderen. Ja, oké. Ja, dus ik denk zo tijd om terug te gaan. Zijn er nog dringende vragen die we nog steken nog even moeten behandelen? Nou, stel ze ook vooral via support@surfconnect.nl. Geen enkel probleem. Vraag het gewoon. Elke vraag is welkom. Grote vraag, kleine vraag. Gebruik dat loket. Dan wordt het automatisch toegewezen aan degene die er het meest van weet. En dan wordt je vraag over het algemeen heel snel beantwoord. Dus support@surfconnect.nl is de beste manier om je vragen na deze sessie die je nu nog hebt. Of die straks nog in je opkomen te stellen. Nou, dan verwachten we zo de mensen uit de andere breakout weer terug. Wil jij dat doen? Ja. Komt weer de wissel. Breakout sessies. Gaan we de andere eventjes terughalen. Als het goed is komen zij tussen nu en een minuutje terug. Nou, ik hoop dat dit verhelderend was. Lees ook vooral onze SurfConnect nieuwsbrieven, waarin we nieuwe functionaliteit, maar ook verbeterde functionaliteiten aankondigen. Het gaat heel hard. Je ziet dat er nieuwe functionaliteiten soms elke maand gereleased worden. En over het algemeen is het zo dat het meteen op productie beschikbaar is. Kijk, Pieter is er ook alweer. Dus het is ook meteen bruikbaar. En als we echt als een pilot zien, dus misschien nog wat minder veilig geïmplementeerd, dan zullen we het ook altijd goed aangeven. Maar de functionaliteit rondom SurfSecurity en MFA is op dit moment zo dat we dat productiewaardig direct aanleveren. Nou, we zijn allemaal terug. Nou, we hebben nog 4 minuutjes totdat we weer hier straks mogen uitloggen en weer naar de plenaire sessie kunnen gaan. Daar zal Wim Biemelt een keynote geven. Ik zou jullie heel erg adviseren om daarheen te gaan. Naast dat het een heel goed verhaal is, is mijn ervaring dat het vooral ook een heel leuk verhaal is. Met leuke details die je anders niet zo snel hoort op het gebied van security. Dus een hele leuke afsluiting, denk ik, van deze dag. Dus ik wil jullie allemaal, ik zou jullie van harte willen aanbevelen om daarheen te gaan. En zeker iedereen, nou, jullie zijn allemaal geïnteresseerd in MFA, dus vinden security belangrijk, ga ik zo vanuit. Dus ga daar van heen. Nou, ik heb daar nog een laatste slide van. Even kijken. Nou, misschien hoef ik hem ook niet te delen. Jullie weten allemaal surf.nl/WNASC. Daar staat het programma, zit ook in de mail. Ga dan weer naar plenair en daar verwachten we iedereen.
Nou, over 2 minuten. Dus wacht nog even 2 minuten, want anders zie je net nog het laatste stukje van Niels van Dijk. Ook interessant, maar we verwachten jullie daar. Het is belangrijk om deze sessie even af te sluiten. Dus jullie kunnen de meeting leaven of beëindigen en naar de plenaire sessie. In ieder geval heel erg bedankt voor jullie deelname, voor de vragen. Leuk om zo in gesprek te gaan en tot zo. Ja, heel erg bedankt.